Welkom dames en heren, er staat vandaag een interland op het programma en we wensen u heel veel plezier bij de wedstrijd. Ik vond dit Olympiastadion altijd al een prachtige voetbaltempel, maar sinds de verbouwing in de aanloop naar het WK in 2006 is het hier helemaal mooi geworden hoor. Ja, en weet je wat ze daar hebben gedaan even? Ze hebben dat gerenoveerd. Ze hebben elk steentje losgemaakt en er weer opnieuw ingedaan. Fantastisch. En hier zien we de beginopstelling van de thuisploeg. Ze gaan van start in een aanvallende 4-5-1 formatie. Het uitspelende team gaat in deze opstelling van start. Ze verschijnen aan de aftrap in een traditionele 5-3-2 formatie. Laurent Blanc is de man die Frankrijk weer op de rails lijkt te hebben gekregen na die toestand in Zuid-Afrika. Hij was als speler belangrijk voor Frankrijk en nu ook als bondscoach. Ja, inderdaad, dat is wel hun rots in de branding. Scheidsrechter fluit voor de aftrap. Twee aanvallende ploegen op het veld vandaag. Aoko. Hoed. Marien. Doet hij goed. Het is een doelpunt. Met dit eerste schot van de wedstrijd hebben we meteen ook het eerste doelpunt te pakken. De bal gaat er vandaag voor het eerst in. Gomis. Janske. Nu! De keeper mag de bal een trap naar voren geven. Laten we nog eens kijken naar het doelpunt dat hen op voorsprong bracht. Recht voor de goal, maar wel net buiten het strafschopgebied. Neemt hij de bal op zijn slot en plaatst hem beheerst rechts in de hoek. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Marien. Die ging hard. Keeper laat zich niet passeren. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Sylvain Marveau.
Dat is duidelijk. Inworp voor Frankrijk. Laporte. En weer terug die bal. Die bal zijn ze kwijt en Frankrijk mag dus ingooien. Laporte. Net begonnen en dan al een vrije trap. Wout van de keeper. Wat een waanzinnig schot. Natuurlijk. Een gruwelijke blunder van de keeper. En daar wordt hij voor bestraft. De keeper die maakt er echt een zootje van, hoor. Laten we die goal nog maar eens bekijken. Rivière. Dickmeyer. Wat gaat hij doen? Blijft gevaarlijk. Zomaar het balbezit weggegeven. Het lijkt wel amateurvoetbal. Eliaquim Mangala. Perry. Wat doet de scheidsrechter? Dan schiet hij. Zo hoort hij. Uiterst beheerst afgemaakt, hoor. Ja, je verwacht ook niet anders bij hem. Maar goed, ik zeg het je, het ziet er een stuk makkelijker uit dan dat het is. Ik denk dat één team in deze wedstrijd de dienst gaat uitmaken. Debussy. Bal, retour, afzender. Ferry. Cornalon. Sylvain Marvaux. Janske. Dickmeyer. Laporte. Cornalon. Ferry, Rivière, Sylvain Marvaux, Sylvain Marvaux. Wat gaat de scheidsrechter hier beslissen?
kijken we naar de corner. Laten we nog eens kijken naar die actie die aan het doelpunt vooraf ging. Hij neemt de bal binnen de 16 op de vreef en knalt hem fraai in de linkerhoek. Bal is uit, ze mogen ingooien. Marien. Hij heeft een sterk schot in de benen. Keeper stond er precies goed voor. Verlengt hem met het hoofd. Marien. Met die tackle herovert hij de bal. Ferry. Een schot. Fantastische redding van de keeper. Maar wat een enorme knal was dat, zeg. Dat was het einde van het balbezit. Komt er een counter? Houdt die balbezit? En er is gefloten. Vrije trap voor Frankrijk. Gomis. Schitterend gedaan, dat balletje. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Cornalon. Debussy. Wordt dit wat? Daar komt de uithaal. De bal gaat rakelings naast. En dat scheelde maar een haartje. Janske. Hoed. Dit wordt menens. Ja, dit is een geweldig hard schot hoor. Maar ja, dan... De scheidsrechter heeft een overtreding geconstateerd. Ik ben benieuwd of er zo een kaart tevoorschijn komt. Eliaquim Mangala. En nu doorgaan. Duitsland is niet te stuiten en het is een doelpunt. Nou, oh, een cadeautje. Een vreselijke fout zul je bedoelen. De goal vanuit een andere hoek. Nou, we zitten nog vroeg in de wedstrijd, maar die lijkt nu al beslist. Sylvain Marvaux. In de 53e minuut. Debussy. Rivière. Overtreding geconstateerd door de scheidsrechter. Vrije trap dus voor Frankrijk. Hier ziet u hoeveel overtredingen de teams hebben gemaakt. Prima redding van de keeper natuurlijk. Moet je dat zien? Marien, het is een doelpunt.
heeft al twee keer gescoord, is ze steeds weer te snel af. En dat is een doelpunt met een beetje hangen en een wurgen. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Ferry. Janske. Doet die goed. Nou, dat was het. Het is rust hier en het bord geeft een verrassende score aan. Over zijn spel in de eerste 45 minuten valt helemaal niets af te dingen. Ja, hij heeft al twee doelpunten voor zijn rekening genomen en zal nu proberen een hattrick te maken. Nou, geweldige wedstrijd van hem. En daar hebben ze na de eerste 45 minuten hun voorsprong aan te danken. Doet die goed. Het is een doelpunt. Die ging hard. De keeper laat zich niet passeren. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Wat een waanzinnig schot. Natuurlijk. Dan schiet hij. Zo hoort het. Nou, de bal rolt voor de tweede helft. De stand op het scorebord spreekt boekdelen. Maar je weet het maar nooit in het voetbal. Om de bal. Welke Fransman gaat die vrije trap nemen? Debussy. Cornalon. Debussy. Rivière. Zijn ze nou mee bezig? Daar had hij een doelpoging. Duitsland baant zich een weg naar het doel en hij hangt. Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Marien. Die bal is voor de tegenpartij. Balbezit verspeeld. Gomis. Rivière. Nou, wat gaat de scheidsrechter daaraan doen? Hij moet er vanaf van de trainer. Die zal vast niet tevreden zijn over zijn spel. Nee, het lijkt me niet, anders zou hij niet wisselen. Maar het publiek steekt deze speler ook niet echt bepaald een hart onder de riem. Hij mag blij zijn dat deze wedstrijd erop zit voor hem.
Gaat hij alleen door of speelt hij de bal af? Dat was gruwelijk mooi. Bij de jeugd word je toch al geleerd om met beide benen te schieten. Maar deze jongen heeft kennelijk niet goed opgelet toen. Ja, dat was overduidelijk zijn zwakke been, ja. De speler krijgt de bal in de 16 aangespeeld en plaatst hem in de linkerhoek. Die aanval komt niet verder dan het middenveld. Clément Grenier. Janske. Nee, dat schot moeten we snel vergeten. Rivière. Aogol. Mooie bal, zo de 16 in. Slaat hem weg. Wat een vaart. Bal nu in handen van de tegenstander. Debussy. En er is gefloten. Vrije trap voor Frankrijk. Marin. Hij gaat uitstekend langs. Dit wordt menens. Tja, zo'n slap balletje gaat er natuurlijk nooit in. Nou, hij moet natuurlijk gewoon kunnen uithalen met zijn zwakke been. Maar ja, dit leek niet eens op schieten. Hij schiet. Die gaat richting de cornervlag. Sylvain Marvaux. Overtreding geconstateerd door de scheidsrechter. Vrije trap dus voor Frankrijk. Ze verspelen de bal. De tegenstander is ermee weg. Hij is er bijna. Nee, die bal gaat er niet in. En ze kunnen er ook niet allemaal in, toch? Nee. Hij heeft al gescoord deze wedstrijd, maar deze kunnen we niet tellen. Marin. We krijgen een vrije trap op een gevaarlijke positie. Hier moeten ze iets mee doen. De vrije schop wordt genomen. Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel. Duitsland is niet te stuiten en het is een doelpunt. We zien nog een keer hoe die bal erin gaat. Doelpunt, hij scoort uit die corner van links. We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Hij speelde vandaag de sterren van de hemel en ik geloof dat hij nog wel even door wilde. Maar de trainer vindt het tijd om hem wat rust te gunnen. Een evenwichtige wedstrijd zal het niet worden.
Clément Grenier. Laporte. Nee, daar gaat... Ja! Wat gaat hij van deze hoekschop maken? De bal komt op zijn kop terecht. Keeper stond er precies goed voor. Bereikt zijn ploeggenoot met die kopbal. Cornalon. De scheidsrechter fluit voor een overtreding. Goed voor geel. En weer komt die bal keurig aan. Hij speelt een prima wedstrijd. Welke Fransman gaat die vrije trap nemen? Die vrije trap wordt meegenomen. Die bal is voor de achterhoede. Knap onderschept hoor. Doelpoging. De doelman is ongelukkig. Via hem verdwijnt de bal in het doel. Zijn tweede van de dag. Als die speler geen man van de wedstrijd wordt, dan weet ik het niet meer, Jury. Precies, Evert. Hij was heel belangrijk voor zijn elftal vandaag. En ja, moet je dat publiek horen. Dat vonden zij ook. Maar toch moet hij plaats maken voor een teamgenoot. Die voorsprong begint wel erg groot te worden. En er is gefloten. Vrije trap voor Frankrijk. Eliaquim Mangala. Met die tackle herovert hij de bal. Sylvain Marvaux. Tussen de palen. Weer een doelpunt. De wedstrijd kan ze nu niet meer ontgaan. Nee, de wedstrijd is gespeeld. En dat is een doelpunt met een beetje hangen en een wurgen. Ik vrees dat deze wedstrijd al beslist is. Debussy. We hebben nog maar 3 minuten aan reguliere speeltijd. Zo, die is hij kwijt. Keurig langs de man. Nou, dat is een cadeautje. Slordig omgegaan met het balbezit. Gaat op het doel af. In de handen van de keeper. Die bal had in het hoekje gemoeten. Wat gaat die keeper nou doen? Die moet zijn taakomschrijving nog eens doorlezen. Het balbezit wordt overgenomen. Goede ingreep dus. Ja, hij zit er goed bij en heeft de bal te pakken. Prima redding. Wat een vaart. Ja, zo'n slap balletje gaat er natuurlijk nooit in. Nou ja, hij moet natuurlijk gewoon kunnen uithalen met zijn zwakke been. Maar ja, dit leek niet eens op schieten. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. Nou, daar baalt hij flink van. Dat ziet u ook wel. Cornalon. Mexes. Clément Grenier. De partij van vandaag is afgelopen. Een overtuigende overwinning, hoor. En verdiend, als je het mij vraagt. Ze waren stukken beter.
Wat een geweldige wedstrijd van hem. Wat ging hem dat makkelijk af, zeg. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon twee gemaakt, hè. Dus, dat is toch knap. En hij barst van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.